En die was druk bezig, er moesten zelfs uh, uh, stewards moest aan te pas komen om die man een beetje te kalmeren. Die ging helemaal door het lint. Maar die was zo zwaar gefrustreerd dat het Lazio uh, uh, terug moet nu naar de Conference League in ja. plaats van de Europa League. Ja. Het leek gewoon echt helemaal nergens op. Ja, chef van en n Loop je ja. op de Polonaise? Ja, in februari gewoon. alleen hoor. Hoezo? Carnaval. Ja, precies. Maar ben je ook niet nee. blij dat alle Nederlandse clubs gewonnen hebben Ja, ik ben geweldig. Ja, geweldig. Ik heb zo lekker geslapen. Heerlijk. Oké. Okay. Alle, allemaal gewonnen. Vooraan in de Polonaise. Ja. Dus uh, wat willen we nog meer? Nou, weet je wat ook mooi was? Dat uh, ja, sommige voetballers die vieren dan in fancy clubs, hè, dat ze mooie resultaten hebben behaald. Ja. Maar Trauner staat gewoon tussen de fans in de Skihut in Rotterdam. Ah, ik vind dat mooi om te zien. Dit? Ja. Ja, ja, ja. Uh, wel goed Nederlands al. Ja. Maar het, is de, het lijkt wel een leraar van een lage Kijk hier. school. Ja. Hè? Ja. waar is Precies. dit? Dit is skiert in, uh, okay. in Rotterdam. Ja, kijk hier zien we dat. Ja, 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 ja. Hey, maar Trauner toch ja. een van de grote leiders van dit uh, dit Feyenoord. Uh, ja, viel met positief allemaal. Ja. Nou? <laughs> grote. Nou, ja, ja, nou Trauner is een hele belangrijke speler ja, voor dit Feyenoord. Het is, en... Feyenoord is, moeten we heel eerlijk zijn, we zijn gewoon heel erg goed weggekomen. Oh. Het is goed dat die immobile die niet bij was. En ze speelde uh, Beilo was natuurlijk geweldig. Die was geweldig in vorm. Ja. Die heeft ze echt uh, gered. Veel meer dan uh, deze man die overal gotten maar bijhaalt. Ja. Ja, dat uh, word ik ook niet zo, uh, niet zo lekker van. He, en dan uh, denk ik, ja, daar had hij ook wel wat uh, mogen zeggen over Bijla. Want hij keepte echt geweldig. Hij had gewoon drie keer één op één, was hij gewoon de baas. Ja, als ze Immobile had gestaan, had het waarschijnlijk uh, in de eerste helft al over geweest. had het 0-2 gestaan. Maar toch in die uitwedstrijd tegen Lazio, helemaal zoek gespeeld in de eerste ja. helft. Natuurlijk een superspannende pool. Hè? Allemaal ja. punten nu. Ja, dat ze uiteindelijk door zijn. Het was een geweldige avond. Ja. Ik, was, ik, ik was ook in het stadion en uh, ik heb geweldig genoten. De sfeer, de entourage, alles was... Top. He, voor al die bierglazen die werden gegooid, nou, dat hoeft dan weer net niet. Uh, ja, Pandurine nou, over, sorry. Ja, maar. maar dat roept die sorry. Maar ik, ik heb ook in de perskamer gezeten... Er was een of andere uh, imbeziel die noemt zich uh, verslaggever, maar die was er met zijn vrouw. En zegt hij: Ik ben serieus bezig. Ben, uh, en uh, ik heb water over me heen gehad. En mijn vrouw heeft ook water over zich heen gehad. In een glas, ja, wat voor glas? Ja, een plastic glas. Oh, was een journalist ja. met zijn vrouw. Ja, serieus. En, uh, de, en die durfde <laughs> gewoon te verkondigen dat hij heel, heel serieus werk daar allemaal aan het doen was. Nou, ik zag hem zitten. Hij zat een. Uh, een telefoontje en dan zat hij continu. de telefoontje zat hij uh, verslag te geven ja. van die wedstrijd. En die was druk bezig. Er moesten zelfs uh, uh, stewards moest eraan te pas komen om die man een beetje te kalmeren. Die ging helemaal door het lint. Maar die was zo zwaar gefrustreerd dat het Lazio uh, uh, terug moet nu naar de Conference League. Ja. In plaats van de Europa ja. League. Het leek gewoon echt helemaal nergens op. Het waren hele slechte verliezers. Ja, ja die dat, Romeinen. Dat is wel duidelijk. Ja, dat was dat in het verleden ook al een keer gebeurd. Uh. Slechte verliezers. Toen Feyenoord ook tegen. Uh... Nee, nee, een paar eeuwen geleden toch? Oh, God, jezus, waar heb jij het namelijk nou over? Maar even over Feyenoord gesproken, even hoe het dan precies is gegaan. En dat het niet makkelijk ging, dat is duidelijk. Maar voor het eerst sinds 2002. Ja, wat, de laatste zes jaar met Europa allemaal league dit soort cijfers. Vorig en soort jaar al de finale van Ze de Conference League. Ze hebben vorig jaar league. de finale van de Conference League. Dan mag je toch wel verwachten dat zo'n team of zo'n club doorgaat gewoon in de Europa League. Maar als slot er ook heel veel, uh, veel bombarieën en veel woorden aan vuil gemaakt. En ja, statistieken erbij gehaald. En denk, ja, Man, je hebt voor zoveel miljoenen je binnengehaald. Je hebt allemaal spelers binnengehaald. Die heb ik, neem ik, gescout. En dan moet je toch wel uh, een, een groep met uh, wie zaten er nou nog meer in? Uh, Stormkraat en Mitschenland. En Mitschenland moet je toch wel kunnen overleven. Dat is toch niet zo'n uh, enorme prestatie? Oh, okay. Nou, oké. Ik, ik was zelf wel uh, onder de indrukken van, uh, van het, het hele gebeuren. Is er nog iets anders positiefs wat je eruit wil halen? De prestatie van Slot. Hij heeft het goed compact neergezet. Niet heel veel kansen weggegeven. <laughs> maar Slot die is, ook, uh, die is ook alleen maar aan het schuiven en aan het doen. Zo schreuder aan het schuiven en aan het doen is. Uh, uh, onze vriend Dilrusson begon achter de spits. En Simanski begon aan de rechter buitenkant. Waarvan ik dacht van, nou volgens mij als je die omdraait... dan komen ze veel beter in hun kracht te spelen. Ja. Simanski achter de spits en... Uh, Durensen op rechts. Ja, na 20 minuten werd het gewisseld. Ja. En uh, nou, toen ging het inderdaad wel wat beter. Ja, het zijn allemaal van die info En die traders die maken er een heel uh, groot verhaal van. Ja. Waarvan je denkt, ja, hou nou gewoon bij de basis. En dan uh, komt het echt allemaal wel goed. Oké, okay. goed zo. Nou, dan gaan wij door. Want uh, Ajax en PSV die moeten die tussenronde dan nog spelen. Ja. Voordat ze Bij de laatste 16 komen. Het is dus wel aardig om er even bij te halen wie Ajax allemaal tegen kan komen. Ja, onder andere uh, Manchester United hier. Nou, land. Sta de ja. Ren? Nou, we hebben we wel eens interesse gehad in, in Alvarez, volgens mij. Aas ja. uh, Roma, Junior Berlin, Nantes en Monaco. Ja, dat, dat is wel lastig, toch? Waar <laughs> zitten we naar nou te kijken? Dit is die we zitten gewoon naar uh, een uh, zeven ploegen te kijken, ja. tegen wie ze kunnen loten. Ja. Nou, laten we nou gewoon maandag afwachten en weten we over wie we praten. Ja, wil je ook nog even en nog waarover de... we moeten praten. Nou, even één ding, nog, als het Manchester United zou worden. Geweldig. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Yes. Wil je PSV ook nog zien? Ja, Dat is laat ik het ja. Nou, komt hij ook nog even? Au, au, ja, ja. Juventus, ja, die moet je, wil je niet loten. Barcelona wil je ook niet loten. Het Sporting misschien. Nou, tegen Salzburg heb je denk ik wel een kans. Jacques de Doorn is helemaal weggespeeld. 4-0. Misschien is dat wel. Je hebt, ik heb het idee dat je naar wat andere dingen toe wilt. Laten we het dan over, ja, de, klas, ja. over de klassiekers. Over mij, nou, over IFP-SV. We hebben ja. ja. de klits kwijt. Schreuder net zijn persconferentie gegeven. Ja. Wie gaat er spelen? Wijndal of Blind? Nou, dat, hangt helemaal, dat vond ik wel heel opvallend. Uh, normaal gesproken kan hij gewoon zeggen: Ja, Daley Blind gaat spelen. He, ze willen de opstelling niet uh, vrijgeven, vaak he, in, in zo'n vroege fase. Maar hij zegt nee, je moet eerst kijken hoe iedereen eraan toe is. Nou, we weten heel goed hoe Deli Blind eraan toe is. Die is gewoon fit. Die kan spelen. Maar toch wilde hij eerst zien hoe iedereen eraan mm -hmm. toe is. En dat komt natuurlijk omdat Wijndal geblesseerd is geraakt aan zijn enkel. En ja. vandaag kon hij dan lopen. Dus hij wil afwachten hoe ziet Wijndal zondag uit. Is hij dan in staat om wel te sprinten en te bewegen en te en te draaien en, en te keren. En dus voor Wijndal op dat moment. En als dat het geval zou zijn, dan zou hij voor Wijndal kiezen. En hij ja. gaat echt niet met blind centraal spelen tegen Luc de Jong en Guus Deel. Dat is heel slecht bevallen natuurlijk in die Johan Kruisschaal. Ja. En toen zat Bessie op de, op de bank. Dus die Bessie zou natuurlijk tegen de Luc de Jong... Dat is best kracht, een goede combinatie, ja. een goed koppel om die tegenover elkaar te laten staan. Dus, maar als uh, Wijndal niet fit is, ja, dan zal Blind spelen. Ja. Je schreef ook al in jouw uh, analyse na de wedstrijd tegen Rangers... Dat, dat die Schreuder het voor het eerst dan aandurft om, om de confrontatie met Blind en Blind ja. aan te gaan. Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk, uh, daar heeft hij een, een keus gemaakt. Hij wilde graag uh, Wijndal zien. Hij heeft het heel goed gedaan, riep hij iedere keer, Wijndal. En hij was er ook aan toe, hij moet minuten maken. En, ja, dat doe je alleen uh, daar, zo'n wedstrijd voor PSV, om te kijken of dat werkt, ja of nee. Kan ik met Wijndal ja. spelen tegen PSV? Want bij PSV heb je aan die rechterkant heb je El Ghazi of Mario Dat zijn jonge, snelle spelers die behendig zijn. Ja, Daar komt Blind eigenlijk in zijn zwakte te voetballen. Ja, El Ghazi is natuurlijk iets ouder al. En, ja, en, en uh, ik, ik denk inderdaad, want je hebt Deli Blind. Maar op de achtergrond heb je dadelijk ook te maken met Danny Blind, de vader van Deli. Omdat die is natuurlijk uh, nu op dit moment assistent bondscoach. Maar de bedoeling is dat hij terugkeert als. Ja. Commissaris Technische Zaken. En hij doet nu op de achtergrond. Doet hij al veel. Hè? Als er gesprekken zijn met spelers, dan geeft hij al advies. Hij uh, belt in bij gesprekken, beeldbellen, weet ik hoe het allemaal heet. Dus uh, wat dat betreft heeft hij al. Uh, een rol die hij daarvoor heeft, alleen officieel op papier niet. Dan. Maar durft Schreuder nu meer zijn eigen koers te varen? Ja, moet, hij, hij moet gewoon zijn eigen koers varen. Betekent dat dan ook dat hij Tadic uh, gaat slachtoffer? Ja, nou, maar kost... Tadic gaf hij ook aan. Die is voor hem veel meer een, een leider van het team. En die heeft hij natuurlijk ook naar de linker buitenkant gedirigeerd. En daar doet Tadic het gewoon heel ja. goed. En op rechts moet ook consociaal maar spelen, denk ik tegen PSV of niet. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar daar heb nou, ja, je ook consociaal. Van, hè? Kom op, jongens. Hè. Steven Bergwijn die heeft de Ajax uh, gecontracteerd. Nou, die kan links en rechts. Nou, die speelt nu rechts. Niet uh, dat is een vaste speler van Daniel zelf. Nou, hij moet er zelf een beetje vrede mee krijgen dat hij. Af en toe vanaf rechts moet spelen. Maar Consasso, die komt er dan tien minuten in. Ja. Tien minuten voor tijd. Maar goal hè. Tegenstander helemaal weggespeeld. En, uh, die liggen op apengapen ja. al. Heel veel ruimte ontstaat er. Ja, en dan kan Constansou wel uh, redelijk voetballen. Maar die kan je toch niet vanaf het begin erop zetten. Daar is hij gewoon niet goed genoeg voor. Nee. Oké, okay, PSV, uh, laten we het daar dan even over hebben. Die hebben natuurlijk veel jonkies een kans gegeven tegen Beude Glim, moet je ja. volgens mij zeggen. 2-1 ja. <laughs> uh, gewonnen daar. Ja, dat lijkt allemaal wel uh, redelijk zorgeloos richting uh, die kraak. Nou, zeker aanvallend gezien. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden voor Van Nistelrooy. Want uh, ja, El Ghazi komt steeds beter in vorm. Nou, Gakpo is al in vorm. Luc de Jong heeft laten zien dat hij in vorm is. maar de ja, Dus uh, ja, Savi Simons. Dus aanvallend. Ziet het er allemaal prachtig uit. Alleen waar Van Nistelrooy op een gegeven moment voor heeft gekozen... is Sangare Guti. Terug naar het Roger Smit-tijdperk. Uh, en vanaf dat moment is PSV wel wat stabieler. Alleen ja. aan de bal is het veel minder natuurlijk vanaf het middenveld. Dus ik ja. ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren daar. Gaat wel Veerman spelen of niet? Uh, Xavi Simons die zal wel gaan spelen, maar gaat hij aan de buitenkant spelen? En... Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Maar de twee zwakke uh, linies, zowel bij Ajax als bij PSV, zijn natuurlijk de verdediging. Dus we gaan ongetwijfeld veel kansen en doelpunten zien. Uh, in... Normaal gesproken zou je ja. zeggen: van wel. Want een coach, ja, Eddy Schmid, trouwens, 6-1 gewonnen. Voor mij heeft hij nu eerst 18 e wedstrijden ja. gewonnen. Ja. Ja, ja. Ja, maar weet je, nu, afgelopen woensdag was het, toen moest hij met 6-1 winnen. Twee waanzinnige wissels, weer dik voor rust. Orsnes, ja? die Feyenoord, die werd ja? eruit gehaald. Nou, dat begrijp ik wel als een verdedigende middenvelden. en ze moesten doelpunten maken. Maar hij haalt ook gewoon zijn spits eruit, die al een doelpunt had gescoord. Ja. Ja. Nou ja, dus, het, het, en dus allebei allemaal, voor rust. Dus, uh... het is allemaal goed gekomen. Uh, er gaan we het... wel veel opgestoken, hè, in Nederland. Voor jou? Ja, gaan we naar het, uh, het, het WK voetbal. Heel even tussendoor, dinsdag was ik natuurlijk in Den Haag. En nou zijn er politici, en die zeggen dan dit over dat WK. Voor mijzelf heb ik het al bepaald, ik ga niet kijken. U gaat niet kijken? Naar, helemaal niet naar geen wedstrijd van Oranje? Ik ga niet kijken naar de uh, wedstrijd van Oranje. Nee, ik hou van voetbal. Ik vind het echt heel leuk. Maar dit WK is zo mislukt, bij voorbaat, dat ik gewoon niet ga kijken. Je zult zien dat ze juist dit keer wereldkampioen worden. Zonder mij. Ja. Het, het is ongepast om een feest mee te vieren. Het is een gekocht WK. Het is een verkeerd WK. Er zijn veel doden gevallen. Het is de verkeerde plek om, 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 om te zijn. Ik ga er gewoon niet heen. Nee. nee. Hij heeft ook nog een oproep aan anderen ja. om maar niet te kijken. Ja, ja. Dat, uh, nou ja, de verkeerde plek, maar eigenlijk is dit ook wel de verkeerde man die het zegt. Hij heeft helemaal gelijk hoor, laat ik dat ja? voorop opstellen. Helemaal gelijk, maar ook de verkeerde man, want dit was ook de man die zei dat uh, die formatiebesprekingen natuurlijk helemaal nergens op leken. Oh, ja, nee. Dan trok hij zijn poot terug. En, ja, hij uh, zei dat hij niet met Rutte wilde. Niet met Rutte wilde en uh, met wie zit hij nu in het kabinet met ja, Rutte? Dus hij gaat misschien toch, uh, toch kijken? Uh, ik denk dat hij stiekem gaat kijken. Kijken met die christelijke weet je natuurlijk nooit helemaal. Oh, hè, uit, hè? Dat ze achter een uh, hoekje uh, ja. uh, toch op zondag tv kijken en nu ja. misschien ook wel naar het WK. Ja, ja, ja. Maar goed, er is, in ieder geval, er is in ieder geval heel veel te doen. omdat gaat hij nou ook niks over lezen dan? Ja, dat weet ik niet. Ik zal in ieder geval als ik in Den Haag ben. Oh nee, ik zit natuurlijk in Qatar. Anders kan ik hem er elke keer mee confronteren ja. natuurlijk, of hij gekeken heeft. Maar um, over het WK gesproken: Memphis de Paa is toch wel het uh, meest uh, ja, ja. interessant op dit moment. Er is ook een tweet he, die hij heeft gestuurd: uh, Hearing some disrespectful rumors about me. Dat ja. hij slowing down my injury. Dat hij dus expres uh, zijn blessure vertraagt, zodat hij he voor het WK fit is. En dan ja. maar niet met Barca hoeft te spelen. Maar ik begrijp niet waarom hij individueel uh, op uh, geruchten ingaat. Uh, of, of hij moet denken dat het vanuit de club komt. Uh, mm -hmm. Dat staat er dan niet bij dat er die geruchten vanuit de club gevoed worden. En ik denk dat ook wel dat dat zo is, want zo werkt dat op dit moment bij Barcelona onder deze voorzitter. Uh, er wordt overal van alles en nog wat gelekt om maar uh, een bepaalde, uh, ja, bepaalde een dynamiek en een ja. bepaalde sfeer te creëren. Ook tegen de paai. Ik denk dat hij daarom heeft gereageerd, want anders, kijk als een paar supporters of een paar kranten iets roepen, ga je er niet op reageren. Maar als het wordt ingestoken, dan wel. En ik, ik denk ook dat hij gewoon denkt van, uh, ik wil gewoon fit op het WK verschijnen. En uh, wat heeft het voor zin om tegen Eltje geblesseerd te raken en dan ja. het WK te Nou, oh, Dus zeg denkt wel reizen. dat hij bewust rustig aan doet? Ik denk dat hij wel uitkijkt uh, om uh, niet geblesseerd te raken. Want ja. het is best wel een, een gevaarlijke blessure natuurlijk, zo'n ja. spierblessure. Ja, hij heeft dan aan zijn dijbeen uh, nog één puntje Matthijs de licht. Uh, gaat ook niet helemaal uh, lekker, hè? Die heeft ook een, blessure, een kleine blessure. Ja... Ja, oké, okay, spierverheven. Maar dat is volgens mij een stuk uh, minder okay. ernstig dan uh, wat uh, de paai heeft. Dus die, ik ga ervan uit dat zij volgende week vrijdag allebei hier besproken worden als uh, spelers voor het WK. Wil je nog het kwijt of niet? Nee, ik, vandaag zit ik weer. Uh, het is al mooi zo, hè? Alles uh, ben ik weer uh, kwijt. Ja. Dank je Graag gedaan.